Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Ondersteunende maatregelen gaan via bestaande structuren. Onderwijsminister Lilian Ferrier gaat in op onderwijs gebeuren. Parlementariër Melvin Bova blikt terug op installatie Constitutioneel Hof. En sociaal-economisch pakket ter ondersteuning samenleving. Een belangrijk deel van de ondersteunende maatregelen die de regering zal treffen in zake de COVID-19-crisis zal via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting lopen. Het gaat volgens minister André Misikaba in eerste instantie om 4 grote categorieën. De regering heeft bewust gekozen om te werken met bestaande structuren en data die bekend zijn. De bewindsman gaf tijdens een persconferentie een nadere toelichting van de ondersteunende maatregelen. Zodra het duidelijk is, die omgeving kan aangeven dat de persoon inderdaad employ had, dan zullen we er naar kijken. Dat betekent dus dat as we go, zullen we onderzoek doen. Heel veel categorieën zijn al duidelijk, we gaan als van starten met die. Want iemand die niet zichtbaar is, kan ik niet betalen. Ik betaal iemand die moet zichtbaar gemaakt kunnen worden, zodat we kunnen uitgeven. Het is een uitdaging, maar we gaan starten. En we zien hoe ver we komen. Wat wij hebben afgesproken in het kader van de groep van werklozen, want die groep zal in samenspraak met het ministerie van Arbeid bekeken moeten worden. Er is op dit moment werk dat verzet wordt aan de Gongrijpstraat, waar er een kantoor wordt ingericht om deze operatie te doen. En mensen die werkloos zijn, zullen zich moeten registreren. U zult moeten aangeven dat u werkte, want wij hebben gezegd, het is geen werkloze algemeen, maar bepaalde man no be rokokba, ano yuetaki, wetak abradesma ibe roko, maar door corona, door de COVID-situatie, ilas i roko. Ten aanzien van de kwestie van AKB, zijn verschillende categorieën AKB. Laten we zeggen dat het uitgangspunt is dat alle huishoudens, waar ze ook zijn, particulier in die ambtenarij, dat zij allemaal die voorziening krijgen, omdat het een norm is dat een huishouden dat AKB geniet, die 1000 krijgt. Voor wat de mensen met een beperking betreft, wij hebben een aantal van 10.251. Die vraag is ook gesteld, is dit het totaal aantal van Suriname? Zijn er mensen die hier buiten vallen? Als er mensen zijn die thuis zitten, u heeft een beperking of u heeft mensen in uw nabije omgeving die een beperking hebben, ik denk dat de samenleving het weet. Maar indien het niet bekend was, u kunt elke dag zich aanmelden bij AUSV om de registratie te doen. En dan praat ik over kustvlakte. En wat betreft de mensen in het binnenland, dan hebben we de momenten waar we gaan voor de registratie. Hoe kom ik in aanmerking voor financiële bijstand sociaal zwakke huishouden? U gaat naar het wijkkantoor, welke gevestigd is in uw omgeving. En u doet de aanvraag. Ik zou graag in aanmerking willen komen voor een sociale steun, omdat ik het niet red binnen mijn huishouding. Zo'n aanvraag wordt opgenomen en hierna zal dus een sociaal werker een huisbezoek afleggen. Dus bij zo'n huisbezoek worden dus dan de sociaal-financiële situatie binnen dat huishouden bekeken, besproken en doorgespitst van
hoe zit dat precies in elkaar? En je hebt natuurlijk mensen die leven van een beetje sponsoring, informeel nog kleine dingetjes aan het doen zijn, maar het is nog onvoldoende om te kunnen, ervoor te kunnen zorgen dat nutsvoorzieningen worden betaald, dat kinderen naar school kunnen gaan, dat er brood op tafel is. Dus we gaan op huisbezoek en dan gaat het proces worden voortgezet dat de DA-hoofden, dienstadministratieve hoofden, dan ook naar die case kijken. Het wordt goedgekeurd en dan wordt zo'n opname gedaan dat betrokken huishouden ook in aanmerking komt voor die 250 SRD. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft ter ondersteuning van het e-learningproces onlangs 1000 stuks tablets ontvangen van Huawei. Onderwijsminister Lilian Ferrier is op de persconferentie van het COVID-19 management team nader ingegaan op dit e-learningproces. De bewindsvrouw ging ook in op de aanpak van het onderwijs tegen de achtergrond van COVID-19. De COVID-19-pandemie is aangekondigd. Eigenlijk in Suriname hebben we op 16 maart de scholen vervroegd doen sluiten in verband met de paasvakantie. En het gaat om, en ik wil even kijken of u de aantallen kan zien, om hoeveel scholen het gaat landelijk. Totaal gaat het om 143.393 leerlingen, studenten. We hebben in eerste instantie al direct op 17 maart een aantal teams samengesteld om zich te buigen over het afstandsonderwijs. Omdat we toen al zagen dat er een goed alternatief moest komen om ervoor te zorgen dat niet alleen het schooljaar verloren zou zijn, maar dat we er ook voor moesten zorgen dat we een kwalitatieve goede invulling konden geven aan het onderwijs. Dat plan is er. En u ziet hier even de onderdelen van het plan. Er zijn dus een aantal teams. Sowieso het team dat het crisisplan heeft samengesteld. En dan ziet u het team content. Team Content, onder leiding van de directeur, Mr. Benanon, waar de verschillende afdelingen, en CO staat voor curriculumontwikkeling en inspectie, die dan bezig zijn met de lesinhouden per onderwijsniveau. Maar we hebben daaraan toegevoegd ook een team dat zich bezighoudt, nogmaals praat over afstandsonderwijs, met de leerkrachten. Omdat uit de survey die we gehouden hebben, gebleken is dat heel veel leerkrachten een aantal basishandelingen met betrekking tot e-learning nog niet onder de knie hebben. Dus we hebben geïnventariseerd welke leerkrachten kunnen daar wel mee omgaan, met welke programma's werken ze. En welke informatie hebt u nog meer nodig, zodat u dat afstandsonderwijs, zodat dat nu gepland is, zal kunnen uitvoeren. De derde doelgroep, met betrekking tot inhoud, waren de ouders zelf. Omdat wanneer bijvoorbeeld een school het programma Zoom gebruikt, dan moet de leerling in staat zijn om in te loggen met zijn eigen code, nummer, zodat de leerkracht de kinderen kan bereiken. En ik mag zeggen, ik ben heel trots op de leerlingen die dat programma uitvoeren, want die kunnen het heel snel. Maar als wij vragen aan de ouders of begeleiders om de kinderen te ondersteunen en te stimuleren, dan moeten die ouders dus ook daarvan op de hoogte zijn. Hetzelfde geldt voor WhatsApp en andere applicaties die we gebruikt hebben om de verschillende doelgroepen te bereiken. Als ministerie gaan wij ervan uit dat alles kwalitatief in orde moet zijn. Dus we bekijken dan de kwaliteit van
het inhoudelijke wat aangeboden wordt. En we kijken natuurlijk ook wel naar de uniformiteit. Tuurlijk mag de leerkracht op verschillende manieren iets uitleggen, maar het mag voor de leerling natuurlijk nooit verwarrend of op meerdere manieren te interpreteren zijn. Ondertussen, we zijn begonnen dus met de televisieuitzendingen en ik wil me hierbij direct ook verontschuldigen voor de korte onderbrekingen. Dat was bij ons een beetje een communicatiestoornis, maar vanmiddag is het weer opgevuld. Nogmaals, ik raad iedereen en zeker de leerkrachten aan om zoveel mogelijk de televisieuitzendingen te volgen en ook heel kritisch te volgen, omdat wat we nu uitzenden is een iets andere manier van methodiek aanbieden en laten zien dan wat de leerkracht normaal op school doet. Op zaterdag 9 mei heeft de president in het kader van de versoepeling van de COVID-maatregelen aangekondigd dat per 1 juni de examenklassen op alle niveaus weer zouden moeten opstarten. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Het examenwerk was al voorbereid. Maar we hebben nog wel 16 maart gesloten. Een deel van de leerlingen die heeft niet eens de stof van het tweede kwartaal afgerond. We zouden dus nu het derde kwartaal moeten afronden, voordat je de kinderen in het examen zou kunnen laten afnemen. Dus een aantal loopt al achter. En als we dan kijken, dan zijn het weer steeds dezelfde districten waar die kinderen het nog veel moeilijker hebben. U ziet hier VOJ. Dan gaat het ook weer om 11.289 leerlingen. En VOS is ietsje minder en die zijn vooral dan in Paramaribo. De uitdaging voor ons als ministerie ligt erin hoe gaan we dat uitvoeren. Dus de staf van het ministerie die is nu bezig om alle protocollen uit te werken, zodat in overleg met volksgezondheid de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Maar tegelijkertijd moeten wij als minister ook afstemmen, omdat de crèches nog niet open zijn en het transport ook nog niet geregeld is. Hoe gaan de kinderen, en dan denk ik weer nogmaals aan de kinderen bijvoorbeeld in Bokopondo of in Sipaliwini, die per boot of per bus naar school komen. Dus ook voor die groepen moeten er hele specifieke protocollen uitgewerkt worden. En ik heb met een aantal groepen vanuit het binnenland ook contact gehad. En ik werd ervan beschuldigd om het binnenland heel stiefmoederlijk te behandelen. Het heeft niets te maken met stiefmoederlijk. Ik heb ze gezegd, eigenlijk zijn de studenten van deze districten juist mijn prinsen en prinsessen. Want zij krijgen alle extra aandacht die ze moeten krijgen om nou inderdaad door deze situatie gebruik te maken om een inhaalslag te maken met het onderwijs in het binnenland, zodat die kinderen kwalitatief ook beter onderwijs aangeboden kunnen krijgen, maar dan wel op een andere manier. Nogmaals, ik leg dit uit zodat u begrijpt, wanneer u vragen stelt over onderwijs in het binnenland, dat ik u niet kan zeggen ABC, want het hangt er helemaal vanaf of ik nou praat over Moitaki of over Godolo. Of, hè. Realiseert u, het district Koroni heeft minder inwoners dan een van onze grote dorpen. Dus ik vraag begrip voor die geweldige organisatie die wij als ministerie moeten ondernemen om al die kinderen daar ook te bereiken op de juiste manier en dan met kwalitatief goed onderwijs. Maar het fijne van deze uitdaging is
We nemen nu, we zijn zoveel mogelijk aan het digitaliseren van de lesinhouden. We nemen die zaken die minder begrepen worden door de leerlingen. Ik kan ze noemen breuken, digitale klok of moeilijkere onderwerpen. Die nemen we op de film, video's. Die kunnen per stick gestuurd worden naar het gebied. En we zijn nu bezig een aantal enthousiaste leerkrachten die de lokale talen praten, dan denk ik vooral aan Trio, Saramakaans, Aukans, maar ook Afrans, hè, om die kinderen die toelichting te geven aan de hand van datgene wat is opgenomen. En u hebt hier gezien, ik heb maandag in ontvangst genomen die 1000 tablets. Nogmaals, zijn alleen maar voor de leerlingen van die 3 districten. Want het is een project, het was een project dat al voor COVID gepland was. Om die kinderen die aanvullende informatie te geven. Het Constitutioneel Hof is sedert donderdag 7 mei 2020 een feit. Op deze dag werden de leden en plaatsvervangende leden beëdigd. Het Hof heeft onder meer als taak het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de grondwet. Parlementariër Melvin Bova is voorzitter geweest van de toenmalige commissie, belast met de voorbereiding van de wet Constitutioneel Hof. Hij geeft in gesprek met Focus zijn visie op dit orgaan. De actuele situatie is dat het parlement natuurlijk kennis heeft genomen van de uitspraak die is gedaan is in de, bij de rechter in Kortgeding. Waarbij dus in feite de rechter heeft besloten om de wet tot nader orde op te schorten. Zodat het constitutioneel hof over de totstandkoming van de wet een oordeel kan vellen. Welke natuurlijk menigeen heeft bevriend. Maar wij denken dat we dus de zaak verder goed moeten volgen. En straks, voor zover het moment heeft bereikt dat het parlement weer aan zet is, dat we vanuit dat punt weer de zaak oppakken en verder tot een goed einde brengen. Het Constitutioneel Hof is een instituut dat ruim 40 jaar, zelf langer, is aangekondigd als instituut dat noodzakelijk is om een belangrijk deel binnen de rechtsstaat in een zekere balans te brengen. Welke is bedoeld om wetten te toetsen aan de grondwet en internationale regels, internationale bepalingen. Dat is een instituut welke ik denk dat een stuk verder gaat om ervoor te zorgen dat wetten geheel conform onze grondwet en geheel conform de afspraken die er internationaal zijn gemaakt, dat die worden nageleefd en als zodanig ook worden uitgevoerd. Het Constitutioneel Hof is daar ook om een stukje checks en balance in balans te hebben, waarbij we kijken naar de rol van de wetgevende macht, de rol van de uitvoerende macht, ook de rol van de rechterlijke macht. Het is een belangrijke stap om de rechtsstaat verder te versterken. En ik ben blij, ook als voorzitter van de commissie van rapporteurs die dat heeft voorbereid in DNA, dat het eindelijk zover is dat het Hof is geïnstalleerd, beëdigd en dat ze haar werk kan gaan doen. Het is voor mij natuurlijk onbeschrijfelijk dat de rechter, de kortgeding rechter, tot een dergelijke uitspraak is gekomen. Het is absoluut onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk. Het wordt versterkt ook door niet alleen maar de technisch oogpunt welke we overweging zouden kunnen nemen vanuit mogelijk een politieke hoek. Maar ook zeg maar juridische deskundigen die daar heel technisch juridisch naar kijken. Maar ook andere juridische personen die je niet consideren van de zijde van de coalitie of de partij of de regering te zijn. Die hebben hun bevrediging uitgesproken. Ik hoorde nog niet lang geleden meneer Hugo Asset die zich heeft uitgesproken als te zijn een heel uniek moment dat de rechter een dergelijke uitspraak doet. Inderdaad uniek, omdat het niet gebruikelijk is dat de rechter over de totstandkoming van wetten een uitspraak kan doen. Dat is iets wat wij in het staatsrecht kennen als de soevereiniteit van de interne
interne soevereiniteit van onze machten, beter gezegd. Wat in feite niets anders betekent dat de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht intern zelf beslissen hoe ze hun werk doen. En dat de ene daarover geen uitspraak kan gaan doen tegenover het andere, dat is vrij vertaald. Bovendien is het heel opmerkelijk dat de zaak dat is uitgesproken op basis van een zaak dat is aangebracht niet door een willekeurige burger die zich misschien gekwetst zou voelen door de wet, maar door oppositieleden, leden van de oppositie van dezelfde DNA, waar zij in het parlement hebben af laten weten en zijn weggelopen, geen bijdrage hebben geleverd in de discussie, zijn ze naar de rechter gegaan om hun gelijk te zoeken. Dat is heel opmerkelijk en eigenlijk absoluut onacceptabel. Maar goed, we hebben iets geleerd dat wij respect dienen te hebben voor elkaar, respect dienen te hebben zoals ik dat verwacht voor DNA, dienen ook respect te hebben voor een zekere uitspraak, wat niet betekent dat we daar eens mee zijn. Laat me dat duidelijk zeggen, ik ben er absoluut oneens mee dat de rechter zo ver is gegaan, maar we hebben respect voor de uitspraak en zullen in feite het verder verloop van de uitspraak volgen. Als het één is dat voor of tegen de samenleving zou zijn, welke is aangezet door de fractieleden van de NPS of de VAP, denk ik dat de samenleving daar zelf op een zekere manier een oordeel over kan vellen. Als wij zien dat natuurlijk de wet niet een wondermiddel en een wonderkapel is om de koers te bepalen op elk gewenst niveau. Nee, absoluut niet. Anders hadden we ook kunnen zeggen, ja, de koers is 1-1. Maar dat het wel is bedoeld om ordening te brengen, om regulering te brengen op de kapitaal- en de valutamarkt, dat is het wel zeker geweest. 2 dagen na de afkondiging, na de goedkeuring van de wet, was de wisselkoers van wat het was 16, 17, gedropt naar 10, 11 en 12. En 2 dagen daarna, nadat het is opgeschort, is het weer gebracht naar dat punt. Dus er is heel veel speculatie, er zijn heel veel speculatieve mechanismes binnen het geheel, waarvan we denken dat de wet haar kracht en haar bedoeling heeft, welke is ingezet, natuurlijk nog niet op zijn maximum bereik, maar welke wel is ingezet, voor zorgen dat in feite awoede op een bepaalde beheersbaar niveau en dat we met andere maatregelen de koers langzaam maar zeker naar beneden zouden zien gaan. Helaas is daardoor de aanzet van de VAP en de NPS en door de uitspraak van de rechter een stok voorgestoken, wat ons vertraagt in dat proces. Niet iedereen wil ordening, niet iedereen wil rust, niet iedereen wil zeg maar dat de koers op een bepaald pijl is, zeker niet voor de verkiezing. Dan moeten we een playpolitiek naar gaan solliciteren. Maar wij zullen moeten vasthouden in waarin we geloven. De maandag voor de opschorting is het toezichtorgaan waar zoveel weken over is gesproken, is die ingesteld en is die naar het veld gegaan. En die dinsdag daarna kwam deze opschorting en kwam deze stok. Maar we zullen het hoofd niet laten vallen. Ik geloof dat we erin moeten geloven dat het Constitutioneel Hof een uitspraak zal doen dat aansluit bij wat geldt bij wet en recht. En dat de wet transactiekantoren, dat die wet valutaverkeer, beter gezegd, dat die wet weer zijn kracht zal vinden. En de regering kan gaan werken om verder de stappen te zetten welke nodig zijn. Voor horen koers op peil, om andere mechanismes in place te brengen, want aan de wet je gaat meerdere dingen moeten doen. Voor zorgen dat de koers langzaam maar zeker met 10 cent, met 20 cent, met 50 cent, met 1 cent, aan mijn drop go back op een beheersbaar marktniveau. En dat we vanuit die stabiele koers verder kunnen gaan. De crisis door COVID-19 in Suriname is op dit moment zeer hevig. Dit wordt ook bevestigd door de sociale partners. Het is onzeker hoe lang deze crisis zal duren en of zij zich zal herhalen. De regering heeft daarom gemeend een sociaal-economisch pakket ter ondersteuning naar de samenleving. Dit pakket omvat steun aan huishoudens die in aanmerking komen voor kinderbijslag, mensen die van AOV leven en gepensioneerden. Verder ook mensen met een beperking, zwakke huishoudens en zij die vanwege COVID-19 werkloos zijn geworden, als ook huisvestingssteun. De sociaal-economische steunmaatregelen worden gefinancierd uit het bij wet ingestelde COVID-19 noodfonds, terwijl er daarnaast een productiefonds komt voor het aansterken van de economische bedrijvigheid
investering in kleine en middelgrote ondernemingen, stimulering van lokale productie en garandering van valuta voor noodzakelijke inputs. Met deze ondersteunende maatregelen geeft de regering van Suriname inhoud aan haar verantwoordelijkheid tegenover de samenleving in tijden van crisis. Als samenleving heeft u ook een verantwoordelijkheid. Dat is om de autoriteiten te helpen om COVID-19 in ons land verder te voorkomen. De maatregelen zijn versoepeld, echter verslap u niet en wees ten alle tijden alert. En dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer.